koekjes zitten al in de oven. Kijk, dat is koekjes die ik samen met mijn tante opeten. Het is nu boven. Mijn konijntjes zitten hier. Dat wordt dus elke dag. Kijk, het is een mooi bij elkaar. Ze waren super blij met mijn cadeau. Dat was een cadeautje. Weet je, zo, dus erin steken. Ik heb vandaag ook al eens een keer uitgelegd ook in de video. Want veel mensen die stelden hun vraag van waarom ik die koptelefoon bij had. En ook op had eigenlijk, maar dat is eigenlijk puur gewoon voor omdat er heel veel prikkels zijn, want het was ook super druk in het was aan shopping, en daarom draai ik eigenlijk vaak deze koptelefoon, dus die dan zo zie je me vaak, dat is gewoon voor de prikkels, alles bijvoorbeeld like de televisie. Het water, dat loopt alles, geeft me prikkels eigenlijk, ook de zetel, zelfs soms ook heel veel prikkels. En ik neem die dus ook mee naar school, van ja, moest daar ook heel veel geluiden zijn, dan kan ik die altijd gebruiken. En ik vind dat wel leuk eigenlijk om deze te kunnen gebruiken. Dus, en dat staat ook alles af, maar ik hoor ook nog wel dingen, sommige mensen praten daarin. En, maar als je zo op je kopje er rondloopt, dat is nu geen rik, nee, dat is nu maar gewoon een voorbeeld. Dat is echt keiveel groezemoes altijd. Dat is echt, al die mensen door elkaar, dat is echt niet normaal. Dat is echt, dat doet je hoofd uiteindelijk heel veel pijn van. Dus daarom deze koptelefoon. Was wel gewoon leuk gisteren. Gisteren hebben we wel heel veel leuke kostuumetjes en zo gezien. Maar ik ga toch wachten tot in mei om dat te kopen eigenlijk. Omdat het toch wel, ik denk dat dan meer collectie gaat zijn en zo. Ik had ook kleinere maat nodig en zo. Sommige had ik grotere maat nodig. Dus ik ga gewoon wachten en dan gewoon met z'n allen eens een keer terug gaan shoppen daar en dan zien we het wel. Dus het wachten tot de koekjes klaar zijn trouwens. En dat tante klaar is met het. Nee. Kijk, ze zijn echt al aan het groeien. Ze zijn ook bijna klaar. Dus het ziet er goed uit. Koekjes. Kijk hoe slim ze zijn. Schoon hem. Kijk eens hoe lekker ze allemaal. Ik heb er vast allemaal zin in, hè? Zit er iets in? Een vliegje ingevlogen, zeg. Nu, net. Goddedikke. Ik heb dan een banaan. Ja, hè? Ik vind die banaan van die klopje ding, vind ik banaan het best. Ja, hè? Ja. Ik had die altijd, zelfs op die toch? Ja. Dan maak ik het aan mama gaan maken. En was dat ik een cheetje als het best een bal. Ik zelf nog iets van, hè? Nou, morgen is weer brand erop, is gewoon. Nou, ik eet dat ook niet, want staan brand erop.
dat is echt zo helemaal geel, maar dat zie je dus niet op de camera. Hè. Dat nee. Geel is. Dat zie je zo een beetje wit. Ik heb nog veel afgewacht. Ja. Kijk, dat is een andere kleur. Het is eigenlijk een beetje laten rusten. Je moet dat niet voorstellen. Nee. Deze kan ik afwassen. Hoeveel moet je nog doen? Dankjewel. Ja, zo deze moet er niet. Kijk eens hoe mooi het eruit ziet. We zijn met vier, hè? Zo. Is elke thuis? Nee, die niet open. Allee, die kan misschien nu al thuis zijn, maar daarnet was hij nog niet thuis, de buurvrouw. Oké, heb je een klein bordje daar in de smoothie? Een klein bordje? Is er een klein bordje daar in? Die is aan het voelen. Nee. Er moet ergens een groen bord zijn. We hebben er vier. Ja. Misschien in de ijskast. Dat zou goed kunnen. Eens kijken in de ijskast. Het spitter spatter patert een beetje. Komt op die koper. Ik heb nu even wachten. Wachten. Helemaal rond, hè? Prachtig toch, prachtig. En dan? Dan doe ik dus kijk. Ja, de doodies cake. Prachtig, hè.